Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zag je nog de fraaie krul van de bewolking. Dat was het slecht weergebied wat gisteren over het land trok. Maar vandaag zijn er veel minder wolken boven het land. Dus er zijn een paar stapelwolken, leveren lokaal een bui op en er zijn ook flinke perioden met zon. In de loop van de dag zien we wel de hoeveelheid stapelwolken toenemen en daardoor wordt vanmiddag de kans op een enkele bui ook groter. Heel misschien met onweer, maar de zon blijft van de partij. Warme lucht is wel verdreven, temperaturen vanmiddag zo'n 20 à 21 graden, maar het is stevige zuidwestenwind in het binnenland, windkracht 4 tot 5, AC windkracht 6, af toe windkracht 7. Vanavond en vannacht nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies en morgen overdag neemt de buigheid ook in het binnenland weer toe. Maar droge weer blijft, net als vandaag overheersen en opnieuw schijnt ook geregeld de zon. De temperatuur morgen een graadje lager, 19 à 20 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag zie ik eigenlijk weinig veranderen in het weerbeeld. De wind die draait van zuidwest naar west neemt iets in kracht af, maar dat is eigenlijk de belangrijkste wijziging. Verder zonnige periode, maar elke dag ook kans op een lokale bui, maar zeker geen verregende dagen. Temperaturen rond 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.